Het bestuur en de structuren van de Nationale Democratische Partij zijn zeer ontstemd over het verloop van het 8 december strafproces. Ze zijn niet te spreken over de strafeis van 20 jaar die woensdag geëist is tegen de hoofdverdachte van het strafproces, tevens partijleider Desi Boutersen. De partij heeft in dat kader gisteren een spoedstructurenbijeenkomst gehouden in partijcentrum Osseer. Tijdens de vergadering hebben de structuren als ook diverse toppers van de partij hun ontevredenheid geuit. Met scherpe bewoordingen hebben zij aangegeven dat de wet boven de rechterlijke macht staat. De partij laat zich niet uit het veld slaan door deze kwestie, was de rode draad in de toespraken van de diverse partijtoppers. We hebben namelijk te maken met een situatie waarbij voorbij is gegaan aan een wet, gebaseerd op artikel 72 lid G van onze grondwet, die de mogelijkheid schept voor een amnestiewet. De amnestiewet heeft alle procedures keurig netjes gevolgd. Het is een wet die geldt, het is gepubliceerd en het is genegeerd. En op het moment dat dit gebeurt in een land, hebben we een groot probleem. Wat het betekent dat we inzetten aan haar. En de man praxeri dat Nona einde u. Nona einde Utekeng, 20 jaar. Wel, migatek uno kofko fitja. Wat feti inaftek uno. Feti na uno sabi NDP sabdati. Strati na NDP sabdati. Uno kofto dati. We zijn een disciplinaire partij. En we zijn voor de opbouw van dit land en voor de eenheid van dit volk en voor de decolonisatie en de zelfstandigheid van dit volk. Rechtszaal kan de rechterlijke macht misschien de wet naast zich neerleggen, wat we hebben gezien, en doen wat zij wil. Buiten de rechtszaal geldt de wet. Wat dus betekent dat de amnestiewet evengoed geldt, netelijk van alle trouwet in gelde in Akondre, ook de amnestiewet in gelde in Akondre. En Butaki dus heeft de mangodoro naar een heilloze wet dizzy, wie zo'n uitspraak ook mogen uiting als gevolg van Samitak Nafisi. Die begrijpt dat elke uitspraak niet legitiem zal zijn en dus niet uit te voeren zal zijn. Ik ga besluiten met een waarschuwing te geven. Permitteer mij het recht. Alle instituten in dit land die het goed menen, ook de mensen van de rechterlijke macht, die een eed hebben gezworen op dit land, dat ze zichzelf goed bezinnen wat ze doen. Omdat anarchie uitlokken is ook een strafbaarheid. En wie moet hun berechten? Omdat je kan het een hele uitleggen, een hele kan zich misschien beheersen. Maar een heleboel van mijn vrienden, tabastraat, mijn man beheerst hij. Dat waren dus toespraken van diverse partijtoppers. Partijvoorzitter Desi Boutersen zei dat deze kwestie binnen het staatsrechtelijk bestel bekeken zal worden door het bestuur van de NDP. Hij vroeg zijn leden om het hoofd koel te houden. We moeten echt alles aan doen om een gondagsroepen waardoor dit land in problemen komt. Men wil ons uitlokken en men wil ervoor zorgen dat er chaos komt in het land. We hebben de verantwoordelijkheid, wij gaan het tot het uiterste uitstellen. Wij hebben geen behoefte aan chaos. We hebben geen behoefte aan zaken welke wij zien op CNN vandaag aan de dag. Wij hebben juist aangegeven dat dit klein land door God ons gegeven, dat dit klein land met al haar mogelijkheden een van haar belangrijkste exportproducten is vrede.
geleden. Aldus NDP-voorzitter Desi Bouterse. Hij sprak gisteren in Osseer tijdens een spoedbijeenkomst die speciaal is gehouden om de structuren van de partij te informeren over de huidige situatie in het land. De strafeis van 20 jaar tegen Desi Bouterse in het 8 december strafproces was de rode draad.